Je zit in 4HAVO eindelijk in de bovenbouw. En vanaf nu wordt er geen huiswerk meer gecontroleerd. Dus je kunt van alles, allerlei tijd aan jezelf gaan besteden. Dat dacht jij. Gaan we het nu even over hebben. Jullie komen op een leeftijd waarin je eigenlijk steeds volwassener behandeld wil worden. Maar daar horen natuurlijk, dat zijn rechten die je krijgt. Maar daar horen natuurlijk ook plichten bij. En een van die plichten die je als volwassene hebt, is dat je een 40-urige werkweek maakt. En daar gaan jullie nu ook kennis mee maken. Ik heb mijn hele plan, wat ik zo meteen ga uitleggen, heb ik eventjes gebaseerd op die 40 uur. Gaan we even kijken. We hebben dus 40 klokuren per week en ik heb het voor jullie ruim gehouden. Daarin zitten dus 25,8 lesuren dat je gewoon feitelijk in de les aanwezig bent. En daarbovenop heb je natuurlijk ook nog eens een keertje pauzes. En dat betekent dat je die 40 uur kun je dus niet volmaken met alleen lesuren en met pauzes. Dus ik tel de pauzes mee als werktijd voor jullie. Dat betekent onderaan de streep houden we dan nog 10 uur over voor huiswerk. En als je dan eventjes wat verder gaat kijken, zo van hoe wordt dat huiswerk nou verdeeld? Want je hebt natuurlijk meerdere vakken. Dan kun je dat hier zien. Je ziet hier in de ene kolom, zie je, en ik ben nu mijn pen kwijt, anders had ik het aangestreept. In de ene kolom zie je daar het vak. Dit is even een voorbeeld van iemand die heeft wiskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde, BSM. En ook nog een aantal andere vakken daaromheen, zoals lichamelijke opvoeding en maatschappijleer. Je ziet daar, dat zijn dus bij elkaar zijn dat 8 vakken. In totaal 25 lesuren per week. En als ik die 10 uren dus moet verdelen, dan hou ik voor ieder vak ongeveer 1 uur huiswerk per week over. Totaal hebben we dan nog maar 8 uur, terwijl we 10 uur hadden gezegd. En ja, natuurlijk, zo af en toe, dan moet je ook gewoon extra hard werken om ervoor te zorgen dat je voor dat proefwerk nou voldoende haalt. Dus ik heb daar 2 à 3 uur ongeveer extra ruimte voor genomen. Maar hoe doen we dat nou bij natuurkunde? Je ziet, natuurkunde heeft 2,5 klokuur les per week. En daarmee verbonden, en dat heb ik zojuist ook laten zien, daarmee verbonden is dus 1 uur huiswerk. Nou is het over het algemeen voor de theorie, heb je ongeveer een half uur huiswerk, hou ik rekening mee. Maar voor het verwerken van een practicum hou ik ook een half uur huiswerk rekening mee. Dus een practicum, daar zit gewoon letterlijk meer werk aan als aan alleen de theorie verwerken. Je ziet, op een of andere manier moet je dus al die opgaves in die 2,5 uur weten te krijgen. En die kunst is aan jou om dat te plannen. Als je tijdens de les niks uitvoert, dan zul je inderdaad zien dat die een half uur huiswerk moet uitgebouwd worden tot 1 à 2 uur huiswerk om ervoor te zorgen dat je nog een voldoende haalt. Laat het duidelijk wezen. En natuurlijk gaan we dit jaar ook beginnen aan je eindexamen. Je krijgt dit jaar 2 cijfers die voor je eindexamen meetellen. Dat zijn praktische opdracht 1 en praktische opdracht 2. Praktische opdracht 1 gaat erover dat je een normaal verslag moet kunnen schrijven en dat je iets begrijpt van elektriciteit en hoe je daarmee omgaat. En praktische opdracht 2 gaat over het ontwerpen van een automatisch systeem, maar daar komen we later nog wel op terug. Allerbelangrijkste nu om mee te nemen, zorg ervoor dat je hier regelmatig aandacht aan besteedt. Dan zul je zien dat het allemaal goed komt. Op het moment dat je dat niet doet, zul je zien dat je helemaal vastloopt en aan het einde van het jaar blijft zitten. Het is tijd om te werken, jongens. Heel veel succes, komt vast goed.